Vriend, zijt gij nijdig omdat ik goed ben in Christus beminden? Met deze woorden besluit de huisvader in het evangelie van zondag Septuagesima van de voorvastentijd het korte gesprek met zijn ontevreden dagloners. Wat was er gebeurd? De huisvader was bij zonsopgang uitgegaan om arbeiders voor zijn wijngaard in dienst te nemen. Hij deed datzelfde op het derde, het zesde, het negende en uiteindelijk ook op het elfde uur. Bij valavond liet de huisvader zijn arbeiders aantreden om het loon in ontvangst te nemen. Dus huisvader had weliswaar aan zijn huisbeheerder de aanwijzing gegeven diegenen die het langst hadden gewerkt het laatste uit te betalen. Deze arbeiders van het eerste uur moesten dus in de wachtrij gaan staan en ondervonden dit reeds als een belediging. Maar het ging nog van kwaad naar erger, omdat de luierikken van het laatste uur het hun beloofde loon ontvingen, hoopten deze meer te gaan ontvangen. Ze hadden immers de hitte van de hele dag gedragen en ook meer vruchten geplukt als de laatsten. Maar zie, ook aan hen werd het beloofde loon uitbetaald. Niets meer, niets minder. Wat voor de arbeiders van het eerste uur een stonde van blijdschap moest geworden zijn, werd overschaduwd door nijd. Mijn dierbaren, vandaag starten wij met een prekencyclus over de zeven hoofdzonden. De catechismus somt ze netjes op. Hoogmoed, onmatigheid, onkuisheid, hebzucht, traagheid, toorn en nijd. In de tijd voor Pasen, in de vastentijd, dienen wij als christenen te strijden tegen de vijanden van ons geestelijk leven. Voordat wij dat echter effectief zullen kunnen doen, moeten wij deze vijanden kennen en hun plannen doorgronden. Vandaag willen wij beginnen met de bespreking van de nijd. En we willen daartoe drie vragen beantwoorden. Wat is de nijd? Wat zijn haar gevolgen en wat dienen wij tegen dit laster te ondernemen? In het grootboek van het offensief van Satan personificeert de nijd een van Lucifers generaals. Lucifer de duivel zegt zelfs: generaal nijd, op u reken ik op heel bijzondere wijze, want gij treft direct het hoofdgebod. De naastenliefde. En inderdaad, de nijd is de neiging die het goed wat de naaste bezit, hem misgunt. Men misgunt hem zijn geluk, zijn rijkdom, zijn aanzien, ja zelfs zijn deugdelijkheid en zijn genaden. Men bedroeft zich erover en men misgunt het hem. Men bedroeft zich omdat men zijn gaven als een vermindering van de eigen superioriteit beschouwt. Wie de moeder van de nijd is, is dus reeds duidelijk. Het is de hoogmoed, de superbia, de eigenliefde. Zo is het ook in het huidige evangelie. De arbeiders van het eerste uur waren 's morgens met blijdschap in de wijngaard ingetrokken. Ijverig waren ze de ranken aan het afsnijden met de gedachte over het bepaalde loon. Maar zie, 's avonds zijn deze arbeiders ontevreden. Niet omdat zij te weinig zouden krijgen, maar wel over het goed dat de huisvader aan hun medewerkers, hun medearbeiders, schonk. Zij zagen dit als een benadeling van de eigen persoon, omdat de huisvader goed verrichtte, dat zij als een onrechtvaardigheid beschouwden. Maar het was slechts een onrechtvaardigheid in hun ogen. Het was een schijnbare onrechtvaardigheid. De huisvader beoefent de deugd van vrijgevigheid. En zij willen dus, de arbeiders van het eerste uur, het goed van de arbeiders van het laatste uur afnemen. Zij beginnen met de huisvader te discussiëren. Zij zeggen: die daar, bemerk de verachting, die daar, die arbeiders van het laatste uur
Gij, huisvader, gij stelt ze aan ons gelijk. Wij hebben echter de hitte van heel de dag gedragen. En gij stelt ze aan ons gelijk. Wij zijn niet aan hen gelijk. De heilige Hieronymus, hij commenteert hun woorden. Genijdige, gij ziet u steeds als de waardigere. Gij beschouwt u steeds als de grotere, als de eerste. Maar gij zijt het door uw gedrag, en zeker als christen, niet. Mijn dierbaren, in het evangelie van zondag Septuagesima gaat het slechts over een dagloon. Vaak gaat het over ergere zaken. Stel u de vraag, wat is de tweede zonde waarover de Heilige Schrift ons bericht na de zondenval van Adam? Het is nijd en broedermoord. Citeren wij nog eens dat boekje Het Groot Offensief van Satan. Gij, o nijd, zo spreekt de duivel, gij hebt zelfs de eerste moord weten te volbrengen, want Kain vermoordde zijn broer Abel, omdat God Abels offer in tegenstelling tot Kains offer met meer welbehagen aannam. Kain benijdde zijn broer en sloeg hem daarom dood. Ook de Egyptische Jozef werd overigens uit nijd in de slavernij verkocht. Zijn broers benijden hem om het feestkleed dat hij van zijn vader had ontvangen. En ook koning Saul vervolgde David uit nijd, omdat de mensen over de vijandelijkheden, de veldslagen die David voor het volk van Israël succesvol had volbracht, grotere lofliederen zongen dan over de veldslagen van Saul zelf. Ondanks, mijn dierbaren, dat vele nijdige mensen weliswaar geen doodslag begaan, proberen ze toch verenigde mensen te splitsen en bondgenoten in het kwaad te vinden. Nijd heeft immers niet enkel een moeder, ook zelf is zij een moeder. Zij heeft kinderen, namelijk haat, kwaadsprekerij, tweedracht in de families en strijd tussen de volkeren. En als we eerlijk zijn, niemand onder ons kent deze ziekte niet. Lucifer looft de nijd. Hij zegt, heerlijk en listig zijt gij. Wie is bij vermogen het getal van de mensen te kennen, waarvan gij, o nijd, het leven hebt verzuurd? Overal zijt gij te vinden, op straat, op het werk, en ja, zelfs in de kerk. Eén ding, mijn dierbaren, is dus duidelijk. De nijd is een hoofdzonde, want uit de nijd komen vele andere zonden voort. In het ergste geval zelfs doodzonden. Doodzonden die ons van de hemel uitsluiten. De heilige Paulus zegt het ons. Strijd, afgunst, vijandschap en nijd. Diegenen die zo handelen, ze zullen het rijk van God niet beërven. Nijd berooft ons immers van de heiligmakende genade en zo worden de poorten van de hemel voor ons gesloten. De boosheid van de nijd herkennen wij vooral als wij de tegenovergestelde deugd bekijken. Deze tegenovergestelde deugd is niets minder dan de naastenliefde zelf. De naaste die wij beminnen, omwille van God. Bemin uw naaste als uzelf. We moeten de anderen het goede toewensen, ons verheugen over zijn geluk en ons bedroeven over zijn ongeluk. De heilige Hieronymus, hij zegt, verblijd u met de blijden, weent met de wenenden. De nijdige handelt omgekeerd, tegenovergesteld. Hij is bedroefd bij het zien van de blijde naaste, en hij verheugt zich over de tegenslagen, over de wenende. De heilige Chrysostomus gaat nog verder, en hij zegt dat iemand met haat en openlijke vijandschap eerder in de hemel zou kunnen komen dan een nijdig persoon. Hij zegt ook nog, een nijdig mens is eigenlijk slechter dan Satan,
Satan benijdt slechts de mensen, maar geen enkele van zijn mededuivels. Een nijdige mens benijdt echter wel zijn medebroeder en hij probeert zijn eigen medebroeders in het bederf te storten. En dat doet Satan niet. Onze laatste vraag, mijn dierbaren, luidt: hoe moeten wij ons tegen deze ondeugd, de nijd, wapenen? Het eerste middel bestaat daarin dat wij reeds de eerste opkomende gevoelens van de nijd verachten. De heilige Augustinus, hij zegt: wij moeten deze opkomende gevoelens als iets verachtelijks verpletteren, net alsof het om een giftige slang ging. Vaak zijn deze eerste nijdgevoelens slechts indrukken of onbezonnen ideeën en helemaal niet vrijwillig. Als wij deze gevoelens niet toestemmen, dan zijn ze ook geen zonde, maar zelfs een acte van een christelijke deugd. Bestrijden wij het kwaad vanaf het begin? Ten tweede moeten wij vaak overwegen hoe weinig de goede eigenschappen eigenlijk ons eigen ik bestrijden. Het bezit en de eer van de naaste gaat immers niet tegen ons in. We moeten eerder deze gaven van de naaste als gaven van zijde Gods betrachten, geschenken. Chrysostomus zegt: wat hebt gij, mens, dat gij niet van God ontvangen hebt? Gij nijdig mens, waarom zijt gij dan uw naaste misgunstig? Hij heeft u niets misdaan, beklaagt u veel meer bij God, van wie al het goeds komt. En wees gerust, God bemint ook u. Het derde middel dat de nijdige moet gebruiken, is dat hij moet beseffen dat wij allemaal ledematen zijn van hetzelfde mystieke lichaam van Christus. De goede eigenschappen en successen van onze naasten, van het ene lidmaat, stralen af op de andere. Alles draagt bij tot het gemeenschappelijke goed en tot meerder eer van God. Ten slotte moeten wij ook overwegen dat de nijd eigenlijk niets positief oplevert. Chrysostomus zegt: wat wint de onkuise uit zijn daden, of de onmatige uit zijn onmatigheid? Een moment lust. Wat wint de wraakzuchtige? Valse vrede. Wat wint de hebzuchtige na zijn diefstal? Een bezit. En wat is het goed, mijn dierbaren, van een nijdig mens? Wat wint deze met zijn laster? Een beul. Een beul die tijdens zijn leeftijd de ziel nog zal kwellen en zijn eigen hart nog zal verteren. In Christus beminden, wat moeten wij dus doen tegenover deze ondeugd? Wel, om hem met de woorden uit het epistel van Sint Paulus uit te drukken: loop om de lauwierkrans te winnen. Beuk in op de nijd. Slechts de nijd of wij behalen de zegen. Er is maar één winnaar in een wedstrijd. Daarom, het trainingsprogramma tijdens de vastentijd moet luiden: verblijd u van harte met de blijden en weent oprecht met de wenenden. En als wij moeten strijden met opkomende nijd, dan moeten ons de woorden van onze heiland weer klinken: vriend, waarom zijt gij toch nijdig? Ben ik ook niet goed voor u geweest? Vragen wij, mijn dierbaren, daartoe de nodige genaden aan onze lieve vrouw, onze hemelse moeder. Onze hemelse moeder was zelf niet nijdig op de apostelen, omdat het priesterschap haar ontzegd werd en wel aan de apostelen werd geschonken. Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Amen.